De Comptabiliteitswet 2017, die handelt over het beheer en toezicht op staatsfinanciën, is vandaag in een openbare commissievergadering van DNA behandeld. Assis Kumar Gayadin, lid van de commissie van rapporteurs, vroeg zich af welke reserveringen plaats zullen vinden. Hij doelde op de middelen die staatsolie uit de bonds genomen heeft en nu teruggeeft. We zien al dat wij eigenlijk een staatsschuld op dit ogenblik hebben die abnormaal hoog is en zelf buiten de, volgens mij, en ik heb hier gepresenteerd tijdens de begrotingsbehandeling, voorzitter, dat we eigenlijk zelf in strijd zijn met onze wet op staatsschuld, voorzitter. Dat we dat al overschrijden en hiermee wordt het alleen maar erger, voorzitter. Maar deze middelen zullen straks aangewend worden, voorzitter. Hoe zal dat zich verhouden als we naar deze wetsartikelen kijken, voorzitter? En dan had ik zeker hieromtrent. Of zullen de middelen gereserveerd worden voor ons spaar- en stabilisatiefonds, voorzitter? Gayadin zei verder dat we zitten met wetten van de jaren 50. Alle wijzigingen van deze verouderde wetten genieten de ondersteuning van zijn partij. DNA-lid Rosselli Coutinho haalde aan dat deze wet ertoe moet leiden dat overheidsmiddelen doelmatig en efficiënt worden besteed. Hoewel de comptabiliteitswet alleen voor de overheid geldt, moet de uitstraling naar andere groepen in de maatschappij niet worden onderschat. Een overheid die volgens transparante en volgbare wijze haar bedrijfsvoering op orde heeft, is een dwingende uitstraling naar andere actoren en een positieve voorbeeldfunctie. Eenvoudig gezegd, je kunt andere actoren geen verwijten maken als je jouw eigen zaken niet op orde hebt. Een niet te vergeten aspect is dat naar de corruptiebestrijding. Comptabiliteitsregels geven houvast en moeten niet meervoudig interpreteerbaar zijn. Die duidelijkheid moet voorkomen dat kwaadwillenden om de regels gaan ter eigen belang of dat van bepaalde groepen. Uitvoering van de regels is één, maar controle op de uitvoering en periodieke evaluaties zijn essentieel. Het DNA-lid Coutinho vandaag tijdens de openbare commissievergadering over de Comptabiliteitswet 2017. Volgens haar biedt deze wet de grondslag voor de inrichting, sturing en beheersing van de bedrijfsvoering van de overheid.